Hallo allemaal, super leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video van Lakkap! Yeah! Vandaag gaan we het kinderfeestje vieren van Demran en een schooltractatie maken voor Demran. Want Demran is jarig geweest en morgen mag hij tracteren op school. Mocht je het nou hebben gemist, Demran is 7 jaar geworden. We hebben nog allemaal mooie versiering ophangen. En Demran, hoe voelt het om 7 jaar te zijn? Dat weet ik niet. Ik denk gewoon hetzelfde. Maar hij is in ieder geval 7 jaar. George is er ook even bij. Die is even lekker aan het drinken. Hallo George. Zeg eens hallo tegen de vlog. Hallo. En we hebben een heel speciaal cadeautje voor jou geregeld. Kom. 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 Iets verder. 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 Hoofd er tegenaan. Zo. Kijk eens. Natte sneeuw. Leuk hè? Nee. Leuk cadeautje? Nee? Nee? Oké. Def, zullen we beginnen met je schooltractatie? Ja. George is trouwens nog steeds aan het drinken. George, wil je nog wat zeggen tegen de vlog? Oké. Heel leuk. Kom Demran, we gaan beginnen. Oké, tijd voor de tractatie. En wij gaan de tractatie maken met het super schattig frietbakje. Kijk hoe leuk. En zoals jullie misschien al weten, moeten alle tractaties tegenwoordig verpakt zijn. Corona-proof. Dus we hebben hier lekkere snoepjes in verpakking. Want daarmee gaan we het bakje vullen. En, even kijken, we hebben hier nog van die snoepjes. En er gaat ook een stuiterballetje bij. Die heb ik echt lang niet meer gezien. Dus even kijken. Zullen we eens even kijken of ze goed stuiten? Ja. Oké, ik weet niet of ik op de stoel ga staan, maar misschien stuit ze het beter. Demran, het is tijd. Kom hier. Voor een stuiterbal shower. Oké, jongens en meiden, kijk eens, de eitrus staat. En hij is bijna vol, zou je denken. En klaar, maar Ezra, vertel, wat is er dan? We komen tekort. Ik heb namelijk een fout gemaakt. Deze bakjes die gaan per 10. Nee, ik dacht dat ze per 10 stuks gingen. Dus dan hadden we er 30 gehad. Ik heb er 3 gehaald. Maar ze gaan per 8. Dus 8 keer 3 is, hoeveel dan wel? 24. 24, ja. Dus we komen tekort. Daarom heeft 26 kinderen in de klas. We hebben hier 23, want eentje is ook al kapot. Dus wat moeten we nu doen, Demran? Wat moeten we doen? Ik dacht hierin, maar ik bedenk me nu net. We kunnen volgens mij met een beetje stevig karton ook een eigen frietzakje. Ja, dat is een goeie. We hebben gekleurd papier erbij gepakt. Gaan we even kijken of het gaat lukken, ja? Rollen. Oeh, hij wordt heel groot. Hij wordt te groot, een stukje, maar we kunnen toch een stukje eraf knippen. Zo, plakband erop. Kijk eens. Oh, voilà. Hij is toch wel goed, we hebben niet eens hoeven knippen. Nee, zo hé. Oh, wat lukken. High five! Yes! Oké, het is gelukkig gelukt met de tractaties. Die zijn klaar. Alleen moeten wij nog wel even iets lekkers halen voor de juffrouw. Gaat het goed? Ja. Dat gaan we even doen. Wij gaan even de supermarkt in. En we gaan nog even wat lekkers halen voor bij het kinderfeestje. Want wij gaan straks ook cupcakes versieren. Hoeveel kindjes komen er eigenlijk op jouw feestje? 7. En we gaan nog wat leuks doen hè, met jouw feestje. Maar dat gaan we straks laten zien, want wij nemen jullie gezellig mee. Maar eerst even lekker cupcakes. En daar ging de camera. Oh. En daar is hij weer. Hij gaat de supermarkt in. En waarom schreeuw je dan? Ja, omdat ik schrok dat die camera opeens zo wegvloog. Maar het is gelukkig goed afgelopen. Kom. Nou, voor de juffrouw dachten we aan iets lekkers met misschien wat chocolade. Nou, Debbie. Wat gaan we kiezen? Ik denk dat hier ook wel leuke, lekkere dingetjes bij zitten. Wat zullen we doen? Jij kijkt naar het snoep. Juffrouw is die willen denk ik met chocolaatje misschien iets lekkerder. We hebben een keuze gemaakt. We gaan deze halen voor de juffrouw. Allemaal verschillende chocolaatjes. Dus dan zitten we altijd wel goed. Omdat we geen tijd meer hadden om zelf cupcakejes te bakken, gaan we even kant-en-klare cakejes halen. Dus we halen deze. En tadaa! Allemaal versiersels, Def. Kies maar wat leuke dingetjes uit. Ja, deze is leuk. Oh, die ziet er wel leuk uit. Ja, gooi er maar bij. En nog een paar leuke dingetjes. We zijn klaar. Tijd naar de kassa te gaan. Of gaan we eerst even een rondje draaien. Oh! Hou vast, hou vast. Dat ging net goed. We gaan wel rustig aan naar de kassa. Hou vast. Oké, de eerste kinderen zijn er al. En Sarah zorgt vandaag voor de entertainment. Die lachen. Lassen. Dat is mijn tamperiet. Wauw, met meloenen, joh. Maar ik ben heel klaar mee. Ja, oh, zo. Ja. En de enige die danst verder is Mia's. Ah, wat is Mia's dans? Hey. Oh, we gaan erbij liggen. Ja, voeten. Kijk,
Wie heeft er dan? Wie heeft er dan wat trek? Wie heeft er zin in cupcakes? Esther pakt cupcakes maar erbij. Wat we allemaal hebben gehad is... Ja, dit had ik al laten zien, maar dit is uiteindelijk... Dit hebben we als toppings gehaald, steeds. We hebben allemaal verschillende toppings. En een chocolaatje. Hey, ga jij eens even lopen, wacht. Probeer eens even via dit bordje te brengen. Oké. Go, go, go. Niet laten vallen, niet laten vallen. Oh! Oh! Dit is pijn? Nee, duwtje geven. Oh, stoute moeder. Dat moet ik hem eens achter de kinderen aangezet, hè? Nog een kinderen. Ah! 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 Weg, wees hier. Ik had die moeite zeggen, man. Nog iemand? Oké, we gaan allemaal zingen, gaan we cupcakes maken. 1, 2, 3, heel hard. Wie kan hardste zingen is langs ons leven? Ik! Oké, is klaar. Gaan we cupcakes maken. Oké, we krijgen even hier zo te zien hoe het moet. Allemaal goed kijken, zo moet het. Wie het mooiste maakt, krijgt een cadeautje. Kijk hoe mooi. Zo, laat mij het maar zien. Wauw. Het cakeje van Debran met één oog. Deze heeft drie ogen. Deze heeft wel twee ogen. Ziet er mooi uit hoor, jongens. En Ila is ook goed bezig. Wat mooi, Ila. Oh, helemaal daaronder. Wat mooi, schat. Dan, het is tijd om cadeautjes uit te pakken. Nee. Heb je zin in? Ja. Oh. Dat is het of. Wie heeft hier de scheet gelaten? Hallo, dit heb jij een scheet. Oh, wauw. Oh, wat heb je? Playmobil. Oh, Playmobil. Volgende. Deze. Dankjewel. Dus dan gaan we nu met z'n allen eventjes alles uitpakken. Dan laten we zo meteen snel een shot zien wat het is. En dan gaan we vandoor. Oh. Alle cadeaus gekregen, wat zeggen dat, Debra? Dankjewel! En dan zeggen we nu tegelijk, jullie mogen weer naar huis, doei! Besef, ze zijn er pas een half uurtje. Dit zijn trouwens alle cadeaus die hij gekregen heeft. Echt superleuk. Playmobil, Lego, boekjes. Ja. Esra, zullen we gaan? We gaan ergens heel je het niet vertellen, maar dat zie je niet. En wij zijn aangekomen bij een indoor speelparadijs. Even al die drukke kinderen lekker hun energie vrij laten gaan. En zoals jullie wel weten zijn een indoor speeltuin eigenlijk gesloten. Maar de locatie waar wij vandaag zijn, Play-In in Utrecht, het is van vrienden van ons. Dus super fijn dat wij hier natuurlijk met dat andere kindjes het feestje van Demo konden gaan vieren. Nou weet ik alleen niet waar alle kids zijn. Die zijn gelijk alle kanten opgesprint. Die hebben zoveel energie. We hebben Mias gepakt. Kom, we gaan even met Mias even een leuke glijbaan zoeken. Ga je mee? 1, 2, go, 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 go. En nu we hier boven zijn, kan ik jullie ook even laten zien waar we straks heen gaan. Want hierachter heb je nog een heel trampolinepark. En daar helemaal achter de klimmuur. Misschien hebben jullie die al eens voorbij zien komen in onze video's. Want we zijn hier al vaker geweest. Maar hey, gaan we eerst even de wedstrijd. Ja. Oh, oh, hij gaat doen. Al, hij gaat oh, al. Nee. Nee, nee. Oh, hij gaat op zijn buik. Zou ik maar alleen laten voor het eerst? Maar hij gaat op zijn buik. Ja? Hey. Ga mee, 1. Oké. Okay. 2. Ja, maar ik ga heel hard. Oh, oh daar, hij ook. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Wat, hij wordt heel verveeld. Wat wilt hij? Wil je alleen glijden? Oké, dan gaan we dan. Wat gaat hij doen? Op zijn buik is weg. Oh. Ja? Wow. Wow. Nee, nee, nee. Rustig, rustig. Wow. Oh. Oh. Zo. Astra. Wow. Hij rijdt hier even gewoon loco. Deze kind is niet normaal. We gaan wat anders doen. We gaan kijken wie de snelste hier naar boven gaat en de eerste beneden van de glijbaan is. 1, 2, 3, nu! Rennen! Nee, jullie gaan de verkeerde kant op. Nee, 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 jullie gaan allemaal verkeerd. Jongens, die laten me alleen. Esra, pak mijn jas. Kom, 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 kom. Ik ga je inhalen. Ah. Ik ga je inhalen. Iedereen is zo beneden. Ah. 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 Ik heb gewonnen! Nee! Echt niet! Ja!
Alle kinderen staan hier zo voor me. Hebben jullie zin in een leuk spelletje? Ja! Weet je wat we gaan doen? We gaan verstoppen zoeken. Jullie gaan wel verstoppen. Ik ga jullie zoeken. Kom, verstoppen, verstoppen. Verstop jullie. Verstop jullie. Ga verstoppen. Estra. Wat ga ik doen dan? Alles behalve zoeken. Ik ga hier zitten. Ik ga hier zitten. Ik doe mijn voeten hier zo. En ik ga lekker rusten tot het eentje naar me toe komt. 1 hour later. Oh, we zijn aangekomen bij de volgende locatie en we gaan hier heerlijk klimmen. En kijk wie we hier bij ons hebben. We hebben hier gewoon Tarzan. Kleine Tarzan erbij. Wie ga je vliegen? Ga je, ik bedoel klimmen? Ik denk dat hij alleen op zoek gaat naar eten in mijn tas. Echt hè? Ik krijg nu allemaal hun pakjes aan. Heb je zin om te klimmen, Debbie? Ja. En jou, Essa, die had gelijk. Oh, kijk, kijk wat hij aan het doen is. Oh. Hij gooit alles al eruit. Ja, kijk, 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 het, hij gooit alles al eruit. Mama heeft geen hap bij. Altijd wel, dat weten we. Oh, dat is echt zo erg. Oh, chips. Nee. Wat heb je gedaan? Al die koekjes. Nee. Oh, oh, lekker, pak bij. Pakken, pakken, pakken. Alsjeblieft. Ze krijgen nu allemaal les hoe het moet. Maar er is één iemand die zo meteen gaat laten zien hoe het moet. Def, ga jij als eerste laten zien hoe het moet of niet? Ja? Nou, iedereen is hier zo aan het klimmen. En dan denk ik mezelf, waar is Debran nou? Denk je, waar is Debran nou? Debran zou toch hier beginnen? Ik kijk waar hij opeens is. Debbie! Hij is gewoon nu al naar boven. En voor je het weet zijn we weer boven. Debbie! Hé, hey, helemaal naar boven. Ga je springen? 3, 2, 1, go! Kom op! Ik durf niet, maar het is ook super hoog. Kom op, Debbie! Ja, je moet naar beneden, je kan niet altijd daar blijven. Debran, kom! Wow! Woe! Wow! Hé, hey, die was goed, high five! Terwijl iedereen daar nog aan het klimmen is, is er één iemand die weer de volgende level wil gaan. Debbie, ga jij vandaag weer de hoge schans op? Ja. Oké, okay, we gaan een poging wagen. Debran, ben je klaar voor je? Let's go! Daar gaat hij dan. Daar gaat hij dan. Daar gaat hij dan. Daar gaat hij. Oh. Oh. Jawel, doorgaan, doorgaan. Je bent nog op bij 0. Ah! Kijk deze kleine Tarzan. Die zegt ik wil ook. Maar Mimi, je bent te klein. Mimi ook? Wil je? Oké, we gaan het toch maar doen. Mimi, gaan we? Of toch niet? Oké, daar gaat hij dan weer hoor. Hij is bijna bij 1. Bijna bij 1. Na alle spelen, heerlijk eten. Oh, heb ik weer goed gekookt vandaag, hè jongens? Nee. Kan ik lekker. Nee. Ja. Jij hebt het gekookt. Oké, ik heb niet gekookt. Debran heeft gekookt. Arr. Nou, eet smakelijk allemaal. Mimi is oké, joh. Oh, ben je er ook al, Pietjes? Zo, van het eten gelijk door naar de trampolinepark, maar dat zit hier ook gewoon nog. Sarah heeft zijn plekje gevonden hoor. Hou jij even goed te wachten? Oh, ik hou even iedereen hier zo in de gaten of iedereen aan de regels houdt. Estra, schoenen uit en een goede sok aan. Oké, maar ik ben hier vandaag de, hoe noem je het eigenlijk, badmeester? Nee, badmeester. Hoe kan ik hier nou badmeester zijn? Nou, ik ga even iedereen in de gaten houden. Nou, de kinderen hebben hier wel gelukkig heel erg naar hun zin. Zo, die doet het goed. Wie kent allemaal salto? Als ik ja zeg, gaan we salto maken. 1, 2, ja! Woehoe! Het mooiste is dat ze gewoon heel moeilijk hier eruit komen uit zo'n bak. Kijk wie hier vast zit. Eli, moet ik je helpen? Hé! Hey. Nou, blijf maar lekker zitten. Haha, doei! Kijk wat Debran is. Woehoe! Woehoe! Oh, wat kan je? Laat zien, wat kan je? Laat zien. 1, 2, woe, zo! Het vliegt zo overheen. Dus nog een keer. Wow! Dev, kun je ook salto? Ja. Doe eens. Ja, nee, ik moet. Hé, hey, kom hier! Kom hier! Kom hier! Kom hier! Ik ga jou pakken! Kom hier! Nee, niet erover! Kom hier! Je bent veel snel! Kom hier! Ah! Ah! Wat zei je? Wat ben je? Kapot. Hij is 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 kapot. Kom ik hierheen en kijk wie nog steeds vast zit. Eli. Kom er nog steeds niet uit, Eli. Hé, hey, kom. Niet uit. Huh? Gaat hij niet?
1, 2, hoppa! Oh, is het niet gelukt? Zo, en toen waren we weer thuis. Het feestje zit erop voor vandaag. Alleen nog morgen trakteren, dan is het echt over met de feesten en parties. Maar we laten wel onze versiering, toch? Meestal nog wel even. Ze laat toch heel even erin zitten. En het was ook leuk. Het was heel erg leuk. We hebben heel erg genoten. Daarom, het is tijd om de video af te sluiten. En wat zeggen we dan? Ik ben helemaal blij. Ja, bedankt voor het kijken. We willen jullie bedanken voor het kijken. En we willen zeggen, doei, tot de volgende video. Doei!